Om van het eetmoment een leuk en vrolijk moment te maken, kun je ook samen placemats ontwerpen. Dit kun je doen door een kleurplaat van internet uit te printen. Maar als je geen printer hebt, dan kun je ook heel gemakkelijk een bord en bestek overtrekken. Ik heb hier al een voorbeeld gemaakt. Je kunt kleurtjes gebruiken en je kunt plaatjes uit boekjes knippen en scheuren en opplakken om er een kleurrijk geheel van te maken. Kies de favoriete groente en fruit en ben creatief.